Drie gedenkbomen werden vrijdag 15 maart geplant voor inwoners van Goeree-Overflakkee die de afgelopen maanden hun 100ste verjaardag vierden. Voor elke 100-jarige ging bij het Vlietpark in Middelharnis-Sommelsdijk een boom de grond in. Burgemeester Groteboer Dubbelman verrichtte de opening en hielp enthousiast mee. Nou, er zit heel veel symboliek in. Bomen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk voor het leven. Bomen kunnen heel oud worden. En zo hebben we de link gelegd naar de 100-jarigen die natuurlijk een respectabele, bijzondere leeftijd hebben. En daar wilden we iets mee. Toen hoorden we van dit idee, dat hadden we ook gehoord bij een andere gemeente. En toen zeiden we, dat gaan we doen. We hebben behoefte aan meer bomen. Dat is voor iedereen goed. En op deze manier eren we eigenlijk die 100-jarigen van onze gemeente. En ontstaat er een mooi bos. De 100-jarige dames waren alle drie met familie en kennissen aanwezig. Ondanks de straffe wind lieten zij zich niet uit het veld slaan en hielpen ze, voor zover het mogelijk was, een handje mee bij het planten van hun eigen boom. Het is een walnootboom. En dat is leuk, want we hebben een soort gekozen wat relatief snel ook vrucht gaat dragen. Zo'n 6-7 jaar. En dan heb je ook nog een product van die bomen. En ze zijn mooi robuust en ze kunnen heel oud worden. Met de bomen van vandaag erbij staan er 15. Hoe vindt u het nu dat er een boom speciaal voor u is geplant? Ik ben een beetje doof hoor. Hoe is het nu dat er een boom voor u is geplant? Ja, in het begin vond ik het niet zo leuk, maar nu vind ik het wel leuk. En waarom vindt u het nu wel leuk? Ja, ik ben niet zo, ben een beetje bescheiden. Vol trots poseerden de drie jubilarissen samen met de burgemeester en familieleden voor het fotomoment.